En nu moet ik even kijken wat het beste matcht met mijn huid. Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag kan ik eindelijk de elf foundation uitproberen die ik al heel lang wil uitproberen. Dat is namelijk de Halo Glow Liquid Filter Foundation. Hij was echt maandenlang uitverkocht, maar ik heb nu eindelijk een exemplaar kunnen bemachtigen. Niet via de site van Douglas, maar via de site van e.l.f. Ik heb er ook maar meteen twee besteld. Hier heb ik de kleur Fair Light. Dat is nummer 2. En hier heb ik nummer 3, Light Medium. En nu moet ik even kijken wat het beste matcht met mijn huid. Deze is wat geler. En deze is dus wat rozer. Ik heb de neiging om deze te zeggen. Ja, gewoon omdat hij wat rozer is. Dus ik ga nummer 3 gewoon openmaken en die ga ik uitproberen. En hopelijk is die dan goed. En wat maakt deze foundation nou zo bijzonder? Waarom is die overal uitverkocht al maandenlang? Dat is omdat die heel veel lijkt op een hele dure foundation, waar ook heel veel mensen lyrisch over zijn. Dat is de Charlotte Tilbury Flawless Filter Foundation. Die is heel duur, dus die zal ik ook niet zo snel aanschaffen. Dit schijnt echt een, nou, zo'n beetje exacte dupe daarvan te zijn. En deze is veel goedkoper. Even kijken wat hij zegt. Infused with squalane and hyaluronic acid. Dus ook een stukje skincare zit hierin. Het is een glow booster. Ja, je kunt hem op zichzelf dragen of je kunt hem onder je foundation dragen. En je kunt hem ook als een highlighter over je foundation dragen. Dus er zit in elk geval een glow aan. Er zit een glansje aan. Ja, het zou dus je huid er heel mooi moeten laten uitzien. Alsof je een filter hebt gebruikt. Ik kan niet wachten, dus ik ga hem snel gebruiken. Oh, het is een draaidop, geen trekdop. Oké. Ik had even wat anders verwacht. Ja, dat is ook zo. Ik denk, er komt een pompje uit, maar dat is niet zo. En dat had ik moeten weten, want ik heb hem al 100.000 keer op TikTok voorbij zien komen. Moet ik ook schudden? Vraag ik me even af. Ik weet niet of ik moet schudden. Ik doe het voor de zekerheid maar gewoon wel. Zo ziet de applicator eruit. Ja, het hele ding ziet er eigenlijk gewoon uit als een mega grote concealer. En dan ga ik mij gewoon een beetje smeren. Ik doe gewoon hier wat. En hier wat. Ik heb expres geen concealer op gedaan, zodat je dat effect ook hier een beetje kunt zien. Ik ben op zich wel blij met de kleur. Ik zou nog wel een tintje lichter kunnen gaan. Maar dan heb ik deze en die is weer een stuk geler ook, heb ik het idee. Ja, dus dan match ik liever mijn hals met mijn gezicht, in plaats van mijn gezicht met mijn hals. Eén kant zit er nu op. Hij is inderdaad heel glowy. Ik vind dat hij wel een mooie lichte dekking geeft. Ik hou wel van lichte tot medium dekking. Dus dat is voor mij precies goed. Ik laat hem nog even een beetje opdrogen en dan doe ik de andere kant.
Ik moet wel even wennen aan de applicator. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. Ja, een beetje zo. Ja, ik denk wel dat als ik deze foundation in, laten we zeggen februari op mijn huid zou doen. Als mijn huid echt op zijn witst is, dan zou die wel echt een tintje te donker zijn eigenlijk. Maar het kan nog, het matcht nog wel enigszins. Ik snap de hype, het is een mooie foundation. Het is een hele mooie foundation. Hij lijkt gewoon op je eigen huid. Je ziet ook echt nog al mijn poriën. Die zie je ook gewoon nog steeds zitten. En dat maakt hem heel natuurlijk. Je ziet alle structuur van je huid. Zie je er nog gewoon doorheen. En toch dekt hij wel de roodheden wat af. Dus hij maakt je huid wel egaler. Hij geeft je wel wat dekking, wat lichte dekking. Ja, hij blijft een beetje plakkerig aanvoelen. Hij droogt niet echt droog op. Dus ik zou deze niet onder een foundation gaan dragen, want ik vind dit al eigenlijk al foundation genoeg qua dekking. Ik zou er zelf nog wel een poedertje overheen dragen. Dus ik maak deze look gewoon nu even af en dan kijken hoe die er dan uitziet. Laat ik dan ook maar voor de gelegenheid even een blush van Elf gebruiken. Dit is de Putty Blush in de kleur Maldives. En omdat hij dus zo glowy is met een natuurlijke finish, blijf je dus bij mij ook mijn poriën heel duidelijk zien. Ja, ik wil dat liever iets minder zichtbaar maken. Dus ik haal het glansje sowieso hier weg. En dat doe ik wel even met een poedertje. Kijk, nu is het heel zichtbaar. En nu niet meer. Kijk het verschil. Ja, dat is toch wel het mooie van poeder. En ik vind het hier, vind ik het juist wel mooi dat hier dan wel wat glans zit. Dus hier ga ik niet met poeder. Hier ga ik een beetje poeder doen. En hier. Dit is dus het eindresultaat. Het ziet er gewoon super mooi uit. Heel natuurlijk. Je ziet hem echt niet zitten. Een goede kleur kiezen is denk ik wel belangrijk bij deze foundation. Ik weet nog niet wat ik met deze ga doen. Ga ik nou eens deze opmaken? Of ga ik dan toch deze ook nog eens een keer uitproberen? Nou, ik weet het nog niet. Ik bewaar hem nog eventjes. Ik vind het ook fijn dat er wat huidverzorging bij in zit. En over het algemeen ben ik nu gewoon tevreden met hoe het eruit ziet. Dus ik ben blij met mijn aankoop. Vind ik het dan ook de hype waard? Ja, op zich wel. Ik snap de hype inderdaad. Het hangt er een beetje vanaf welke look je graag wilt bereiken. Deze heeft gewoon een hele mooie glowy finish. Dus echt een mooie glans zit eraan. Dus als je dat zoekt in een foundation, ja, dan is dit gewoon een hele goede keuze. Pak van mijn hart. Phew, opluchting. Ik heb hem eindelijk kunnen uitproberen. Toen ik de Elf Foundation ging bestellen, mocht ik boven een bepaald bedrag ook nog wat uitkiezen. Dus ik heb daarbij de Elf Moisturizer uitgekozen. En ook de Elf Liquid Glitter Eyeshadow.
Dus ja, nu ik toch helemaal in de elf make-up zit, kan ik deze ook nog wel even uitproberen. Ik heb al wel mascara op, dus ik moet er een beetje omheen werken. Nou, het ziet er in elk geval cute uit. Een kleintje. Het is de kleur Flirty Birdie. Dit is toch wel heel erg mooi. Heel sparkly. De kleur is eigenlijk gewoon huidskleur. Mijn huidskleur in elk geval. Dus je ziet de kleur van de liquid eyeshadow niet zo goed. Maar de glitter zie je wel echt super goed. Ja, gewoon heel feestelijk. Echt super leuk voor kerst of voor een feestje. Dat vind ik wel een leuk cadeautje van de website van Elf. Dit was het weer even. Mijn elf avontuur is weer voorbij. Leuk dat je hebt gekeken en ik zie je weer bij een andere video. Doei!